Dus de mensen achter de schermen zitten daar niet toevallig. Dat zijn de mensen die daadwerkelijk de wereld kapot maken en die daadwerkelijk daar plannen voor hebben. Dat zijn de mensen van het World Economic Forum, de Davos mensen, de George Soros mensen, het financiële systeem enzovoort. Daar heeft Frank Brennan over gezegd, de deep state, de geheime diensten, die hebben eigenlijk sinds de moord op Kennedy, hebben die de macht overgenomen in de wereld. En ook Amerikaanse presidenten, die komen dan even en die mogen...